zitten in de auto. Het is 4 uur 's ochtends. 4 uur. Baby is aan het rijden. En we rijden nu richting Monaco. Monaco. Weet je. Jij sliep toch, Rajas? Nee hoor, als ik die vlogcamera pak, ben je wakker, hè? Ja. Anyway, it's road tripping time, baby. We gaan 12 uur reizen, als het goed is. We hebben afgesproken dat ik nu eerst ga slapen. En dan wanneer Ryan moe begint te worden, dan gaan we wisselen. Dus, ik ben topfit. Jij bent topfit, baby? Heb je er zin in, schatje? Ja, lekker koekjes. Lekker. Dat feestje gaat succes. Ja. Dat is James Ryan Marciano. 2016. 15 jaar op staan Bloemenwil. Dit was weer geschiedenis, jongens. Jullie moesten erbij zijn. Jullie hebben wat gemist. Jullie hebben wel gemist. Het was echt een topavond. Het was fantastisch. Ja, het was echt top. Ik doe snel mijn ogen dicht, jongens. Ik zie jullie straks. Hoi. We zijn in Duitsland, best wel zwaar, best wel pittig. Volgens mij gebeurt onze rij. De koningin slaapt. Wat, moet je ook een koekje? Het is schattig. Ja? Ben jij wakker? Ja? Echt van rijden. Huh? Kom dan. Pa, wil je ook Kom dan. Ja. Jezus, dat is niet normaal. Als je niet hebt geslapen, is het echt te zwaar. Kom dan. Snel dan. Papa, wil je ook? Ja, wacht, ik ben even, wacht. Even opstaan. Even benen strekken. Zo. Koningin Juliana. Hallo, schoonheid. Hoezo koningin Juliana? Hallo, zachtgerijntje. Ga je ophouden met zachtgerijnen nu? Oké. Fred, hoe is het? Lekker even. Goed geslapen? Heerlijk. Ja? Monster met mijn bek open. Er is een gaat niet verder. Wat sorry? Zo lacht hij hoor. De foto zet ik hier neer. Ploep. Ja, die foto hier. Ploep, ploep, ploep. Liggen hier dus gewoon mensen. Gewoon te slapen. Hè? Deze meneer ligt gewoon voluit te snurken. Op zijn bankje. Nou, op de grond bij de auto. Oh, even inzoomen. Kijk, daar tussenin. Zie je? Ja, ik wil net een kleedje pakken. Hier. Daar ligt gewoon een stelletje romantisch te kamperen naast de auto bij de benzinestation. Fred, wat vind jij ervan? Hoe zie je? Die liggen daar inderdaad op de grond. Oké, we hebben weer een pitstop. En ik vind dit echt killing, jongen. Ik ben echt in geen tijden. Oeh, zo moe geweest. Baby is topfit, heeft er helemaal zin in. Ik ben ook topfit. Helemaal topfit hier zo. En voor mij, ik dacht, oh man, ik ben kapot. Ik zei ook, ik ga nog heel even slapen. Dan heb ik een soort van mijn nachtrust gehad. En dan kan ik hopelijk rijden. Want rijden wanneer je moe bent. Is weer wakker? Kijk. Cleopatra. Hallo. Fred Roranus. Hallo. Rajas Nikolovic. Ze hebben net geslapen, gigantisch, en dan moet je je eentje rijden. Dan ken je dat gevoel dat mensen gewoon slapen, maar gewoon blijven slapen en gewoon niet eens meer bewegen. Ze weten niet eens, weet je wat? Ik heb gewoon Surinaams muziek gedraaid, hè. Hele weg Surinaams muziek, ze weten het niet eens. Ja, hebben jullie wat gehoord? Ik heb het gehoord hoor. Oh, oké, daar is wel dan. Oh, ik moet hier eraf, nou. Rottenburg zit nu te rijden. Ze is niet te pruimen, want mijn vrouwtje heeft een nacht moeten overslaan. Maar ja. Hé, Pruimpje! Zuurpruim, ze hebben nu een naam. Zuurpruim, Lara Zuurpruim. Dat is toch niet normaal, man? Lara Zuurpruim. Jezus, niet slapen en door, dat is gewoon niet te doen. Maar straks liggen we in Monaco. Monaco, ja, dat is het vooruitzicht. We beginnen in het zwembad. Ja, dan gaan we slapen. Meteen in het zwembad. Maar, even kijken. We zouden vanmorgen zijn we vroeg vertrokken en we zouden eigenlijk aankomen om. Wat was het? Oh ja. Om 3 uur toch? Zo. 3 uur. Maar nu, kijk. We komen pas aan, s'avonds. 7:15. Want we hebben ondertussen alweer geslapen. En we trekken het iedere keer om maar een uurtje te rijden. Dus wees verstandig. Ja, maar dan moet je erbij vertellen. We hebben natuurlijk al die wegen liggen open hier in Duitsland. Dus we hebben een soort van het file. Ja, en op een gegeven moment, toen ik ging rijden, werd ik moe na een uur. Dus toen zei ik, schat, jij moet nu rijden. Maar hij was ook te moe. Dus toen hebben we geparkeerd langs de weg en toen zijn we gaan slapen, 2 uur. Maar dat moest, dat is verstandig. Als we waren gaan rijden, dan was het misgegaan. Dus ja, we hebben gewoon wat vertraging opgelopen. Zoals jullie zien, ook Laura, want ik hoorde ook al zeiken en ik zag geinig. Ja, ja. Doe nou maar snel die camera uit, jezus, dan laten we het rustig. En natuurlijk staan we vast. Er is een ongeluk gebeurd. Fijn. Ja, voilà die heen. Om het gezelliger te maken voor mij Jojo, staan we nu sowieso alweer een half uurtje vast. Hoe is het, schat? Politie. We staan gewoon stil. We komen gewoon niet vooruit. We weten niet wat het is, waarschijnlijk een ongeluk. Inmiddels komen we echt pas om 8 uur aan of zo. En ik denk echt zelf persoonlijk dat we pas om 11 uur aankomen. We zouden dus om 7:15 aankomen. Nee, om 7 uur. En nu is het al 17:24. 17:00. 19:24. Ja, zijn we geïrriteerd, ja? Vind jij dit leuk? Ja, heerlijk. Hallo knappert. Dag babytje van mij. Hallo knappen! Ja, he? Oh, ja. We zijn nu even uit de file gegaan bij een benzinepomp om te plassen. En ik denk dat wij dus ook voor de traditionele braadworst gaan. Hm? Sowieso, die daar. Die daar, ja, wil je die? Ik wil die lange. Wil jij die lange, ja? Broodje braadworst. Baby, heb jij al je eerste hapje genomen? Zo lang. Eerst hapje? Ja, worst wel bij Ben op. 1, 2. Maar eerst hapje ook gewoon. Yes. Lekker, Ju. Goed, we zijn alweer een heel stuk verder. En ik heb een ijsje. Mm. Wat een lange rit. We zijn echt om het uur. Dan rijdt Ryan een uur, dan rijd ik een uur, dan rijdt Ryan een uur, dan rijd ik een uur. En dan gaan we weer om en om slapen, want dat is niet te doen, man. Waar zijn we nu bijna op de grens van? Oostenrijk. En we moeten dus nu naar Zwitserland. Anyway, Magnum, karamelnuts. Geef me wel even wat energie. Zoals je ziet zijn we nu beland in Oostenrijk. Het ziet er heel mooi bebergd uit. En met Jojo is KO. En het is dus schattig. Ze heeft net gereden. Dit is het resultaat. En het resultaat is... Ik kan het niet meer aandoen. Ik kan het. We zijn welkom in Oostenrijk, Laan. Het zit heel raar. We zijn bijna Oostenrijk uit. Wordt er niet mooier op. Wordt er niet mooier op. Dat is schattig. Dat is heel mooi. Nu fase, mond open. Fase 1, mond open. Oh ja, serieus, is het zo feest? Het is laatste één keer open. We zijn ondertussen aangekomen in Zwitserland. De staat in Zwitserland. Stil de zee. Stil de zee. Heel Oostenrijk, heel Zwitserland slapen. Heel Zwitserland geslapen. Boven de bergjes. Het is hier prachtig. Mooi uitzicht, zon is shining. Mooie setting heb je niet. Italië, ging je weer eens naar Italië nou. Dan willen ze. Tjus. En kap. Zo, vet hè. Kijk hier het water uit. Wow, dat water is mooi. Als je ziet, dat is een meisje kerel. Hey. Oh, hij voelde aan het vloggen. Schat, we zijn ondertussen Oostenrijk voorbij, Zwitserland voorbij. Top. We zijn inmiddels in Italië. Hoe gaat het met jou en rijden? Rijden prima, ik heb assistentie van je achter. Top. Goed hè? Vetster. En Rajas. We gaan zo weer wisselen. Nou, voorlopig kan je er gewoon even blijven liggen hoor, want ik denk dat je het wel even kan gebruiken. Een kussentje schat. Ja. We hebben er echt nog twee over. Oh, dat is echt mooi hè, Milka en zo. Heb je het uitzicht ook al gefilmd? Schat, de hele weg. Echt? En het eindigt iedere keer met een hap op het koffer. En het eindigt iedere keer met Becky op een geluidje. Nou, jullie dan. Jullie konden gewoon een vrachtwagen in je mond rijden. We hebben gewoon elke zeg maar, elk stukje land komen binnen. En dan rijdt het land weer uit. En Laura op het koffer slaapt nog steeds. Ja, die is echt leuk. Ja. Echt. Maar je bent wel in elk land geweest. Het ziet er echt fantastisch uit. Ik zie het allemaal wel terug op de vlog, joh. Ik denk dat het wel leuk gaat vinden. Maar ja, hoeveel uur moeten we nog rijden? Nog 4 uur. Ja, kijk, we moeten sowieso nog wisselen, dus wel rustig. We rijden de berg in. We rijden de berg in. Kijk, ligt daar een poppetje te slapen. Precies. Hier. Oh ja. Voorhoofd, neus, mond. Goed, we hebben weer een pitstop. Waar zijn we nu eigenlijk precies, schat? Bij Italië. Italië zijn we nu. En wij staan nu lekker even een momentje met z'n allen buiten. Daar heb je Rajas, daar heb je Ryan. En mijn Fredje staat daar. Even een moment van benen strekken en om je heen kijken. Gewoon. Oh, hier zie je het beter, denk ik. Daar. Het is warm. Dat is wel dik, hè? Mooi dit, hoor. Prachtig. Hoe lig jij er nou bij? Jezus, Fred. Ooit de Fred half dood gezien. Ik hang in de kreukel. Wakker worden. We gaan vreten. Oh, niet te doen. Goed, we hebben weer een stop gemaakt en ik eet nu ravioli. En we rijden nog steeds, rijden we in Italië en het is echt de vieste ravioli ever. Dat heeft gewoon totaal geen smaak. Maar goed, als je honger hebt, dan eet je alles. Volgens mij zit ook voor jou de vieste lasagne ever. Het flubbert gewoon, dus uit pudding. Zie je dat? Gadverdamme. Zijn we dan? Wow. We zijn aangekomen in het huis. Jee. Het is 11 uur 's avonds. We made it. Oh man, we hebben er super lang over gedaan. Al die wegen in Duitsland waren opengebroken. En we hebben ook nog even een pauze gehad van 2 uur. Omdat we echt allemaal een beetje te moe waren. Dus toen gingen we rusten. Nu zijn we er eindelijk en het is prachtig, alleen het is nu donker. Dus in de video van morgen zullen jullie zien waar ik verblijf en hoe adembenemend mooi het is. En nu ga ik snel slapen, zodat ik morgen kan genieten van mijn eerste dag Monaco. En ja, heel leuk dat jullie weer hebben gekeken. Duimpjes omhoog, vonden jullie deze roadtrip leuk om te zien. Sorry, ja, het was een beetje anders dan normaal, want ik was echt te moe gewoon. Eén ding weet ik wel zeker, ik ga nooit meer niet slapen en reizen. Want je bent gewoon een hele roadtrip lang kapot. Echt. Oh. Maar goed, we hebben elkaar goed afgewisseld. En we hebben ook wel heel veel lol gehad tussendoor. Maar nu lekker slapen en morgen een nieuwe dag. Duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En ik zie jullie.